De belangrijkste dag van het jaar voor Sophie. Nou. Gefeliciteerd, flapstaart. Oh, die is wel leuk. Die is wel leuk, hè? Ja. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En vandaag is de belangrijkste dag van het jaar voor Sophie. Want die is jarig. En niemand weet altijd wat ze haar moet geven. Wat ga jij geven? Een bosje bloem of zo. Ik heb een tweedehands fiets bij de fietsmaker besteld. Die zou ik nu even netjes maken. Dus voor mij krijgt ze een fiets. En ze heeft al twee keer eerder een fiets gehad. Maar het was opgereden. En dan zegt ze weer, ik wil een fiets. En dan is het goede voornemen. Dus ik heb echt gewoon, ja, een beetje zo'n skirre fiets. Maakt niet uit. Ik hoop dat ze gaat fietsen. Want ze zegt, hier snap ik het ook wel een beetje. Met het huis, je kan niet nergens je fiets kwijt. Die fietsen die roesten allemaal buiten. Binnen hebben we geen plek. Ja, het staat nou bijvoorbeeld met elektrische fietsen. Want buiten, ja, dan... Zijn er heel veel mensen die er niet in vanaf kunnen blijven. En mijn bakfiets, die is zelfs gestolen, hè, mijn grote. Dus ze gaat nu een fiets krijgen. En eigenlijk meer voor in Essen een beetje, dat ze een keer met junior naar school. We gaan gewoon de tel bijhouden. Bakfiets, misschien 5 keer. Maar dat maakt niet uit. Een beetje beweging zou wel goed zijn voor hem, want ze zit altijd op kantoor natuurlijk en het is niet zo'n beweger. Maar ja, ieder mens is anders. De een doet dat wel, de ander niet. Ze is gewoon niet, ja, ze is gewoon niet zo. Dat kan, hè. Maar het is wel, het is jarig, dus... Nee joh, het is jarig. Ja. Hier kan pakken voor een beetje feest. Het enige is dat wij vanmiddag heel de middag weg zijn. Waar gaan jullie heen dan? Wij gaan naar een restaurant dat mama heel graag wil. En ze wil het niet vieren omdat huis grote teringzooi is. Dus, Nou. Gefeliciteerd, flapstaart. Ziet er leuk uit zo. Dankjewel. Waarom staat je scooter hier? Dat weet ik ook niet. Ja. Ik kwam hier gisteravond al binnen en toen stond die scooter hier. Maar waarom weet ik niet. Ik zou het niet weten. Er is nou wel plek voor. Zou die niet met die... Oh, dat zou best kunnen. Staat in de oplader. Ja, denk het. Nee, die zit er niet in. Nee, ik weet het niet. Misschien heeft ze ernaar gekeken. Er zit een batterijding in. Ik weet het niet. Maar Eline die gaat Rosa, maar die had... Oh ja, met de kermis. Nee, dat is een scooter van Merel. Ja, dat is een scooter van Merel, ja. En dit is ook een scooter van Merel. Ja. Ik denk dat Eline daar ook met dingen rijdt. Zullen wij eens een boterhammetje gaan maken? Ja. Heb je moeder al gefeliciteerd? Nee. Nee? Nee. 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 Ze is de belangrijkste vrouw in jouw leven, junior. Tot nu toe. Top. Nee, blijf er maar vanaf van de stroom. Kom, dan mag je niet aanzetten. Nee. Hé, jullie lakjes. Ja, wat zeg ik? Wat zeg ik? Afblijven, hè? Dat is heel gevaarlijk. Ik heb al een keertje aan stroom gezet. Ja, maar dan moet je afblijven. Om de scooter aan. Ja, dat mag je. Maar gewoon normaal moet je er afblijven. Hij zit niet op de oplader. Nou, hier staat het cadeautje van Sophie. En ik ga er even roepen, even kijken wat ze gaat zeggen. Zet de camera sneaky weg. Tada! Oh, die is wel leuk! Die is wel leuk, hè? Ja? Ja, dat is helemaal mijn smaak. Ja. Dat was de enige die had gemaakt. Dat maakt niet uit. Ik had hem opgepoetst. Met ouderwets stieken. Met ja. Ja, als de ketting eraf is, kennen we er ook gewoon bij in plaats van zo'n dichte bak. Granny. Is het al Granny? Zat ik Granny op? Oma. Oh, oma. Nee, die stond al aan, maar had je al gezien of niet? Nee. Granny, ja, het is oma fiets. Granny. Ja, het is een oma fiets. Een echte granny. Ja. Oh, Sparta. Had ik ook weer gezien. Sparta zonder. Ja. Ga je even testen? Ik wil al even testen. Ja? Is dat zadel niet hoog? Nee,
Voor mij stond hij wel heel laag net, hoor. Ik heb er net op gefietst. Ja, voor mij stond hij wel. En er zitten versnellingen op, hè. En dan die lamp, hè. Dat is hier. Kijk, hier schakelaartje. Is die aan? En uit. Nou, is hij nog aan? Oh, dan is hij nou uit. Nee. Tussen... Nog eens... Ja. Oh. Nou. En de achterlichtje is ook met batterijen. Die doet het ook. Hoe kan ik dat lager zetten? En dan zit er, ja, dan moet ik even losschroeven. Maar ik denk dat die past dan. Okay. Zullen we te zien? Probeer maar even. Ja, dan ga ik toch niet hier binnen nou doen? Ja. Hoeft u niet te fietsen. Ik ga even kijken als je het erop kan en... kan. Ja, dat kan wel, denk ik. Wauw, staat je wel mooi. Maak je een foto? Ja. Morgen gaan fietsen. Ja, vanavond ook. Kan ja, ook. Morgen, morgen naar de hockey? Naar Gastel. Naar de hockey? Ja, dat kan ook. Misschien moet hij iets lager. Ja, ik denk het al, ja. Maar je moet gewoon even fietsen, dan weet je het. Maar dan stik ik ook. Ja. Zo, na onze lunch zijn wij weer thuis en wat zie je er prachtig uit, schatje? Het lijkt hier wel een bloemenwinkel. Ja, het lijkt hier wel een bloemenwinkel. Dat is het eerste wat ik zei. Ja, en gewoon van je schoondochter bloemen gekregen. Die. Die Teddy. Hè? Ja. En van Junior een mooie kaart. Ja. Heeft hij dat helemaal zelf geschreven? Ja. Als je weet, weet je wat er staat. Oh, hier. Dat is, oh, Junior. Junior. Ik zei, nee, je moet nou Jan gaan schrijven natuurlijk. Want als jij wilde wij jou Jan gaan noemen, moet je ook ja. Jan gaan schrijven. Dat blijf jij heel raar vinden, hè? Ja. Niet meer de oudste, een respectabele leeftijd. Niet meer de jongste, maar nog zeker niet de oudste. Een rimpeltje hier en daar, wat maakt het uit? Het geeft juist een leuke uitstraling. Keep smiling. Een leesbril of een e-bike, het mag allemaal. Conclusie, je bent in de bloei van je leven. Geniet ervan. Er zijn gewoon kaartjes van 45. Ja, ik heb nog een lipstift gekregen. En ik heb mijn oma gekocht. Oh, heb je samen met je oma gekocht? Die kaart. Die kaart, ah. Maar goed dat we die oma hebben, hè? Ja, opa en oma, die zijn lekker op vakantie nou. Die zijn net vertrokken. Die hebben het sleutelbosje meegekregen. En die gaan onze plantjes verzorgen in Spanje. Dus dat vinden wij wel heel fijn. Ja. Want ja, het is gewoon wel fijn als daar iemand is. Ja. En ze hebben er heel veel zin in. Ja, dat zou ik ook hebben. Ja. En wij wilden eigenlijk vanavond naar de kermis in Roosendaal gaan en dat vloggen. Dus dan hadden wij denken, nou, dan hebben we dat leuk voor de vlog. Maar het staat te regenen. Zo dus we hebben je. Het naar morgen verplaatst. En we hebben dan natuurlijk de ijssalon. En dus eigenlijk altijd als het goede weer is, altijd echt een hele goede week. Maar met dit weer is het geen goede week. Morgen houdt 16 graden in zon. Ja, dus... Het is niet te warm, maar... Nee, dat is goed. Dat is goed voor ijsjes. Daar gaan wij lekker naartoe? Ja. We zouden eigenlijk naar Oud-Gastelaar, ja, zo'n soort festival op een knollenveld gaan, zeg maar. Maar daar kwam wel Boer Harm. Ja. En die lijkt me nog wel leuk om een keer te zien. Ja, en er andere leuke dingen hoor. La Fuenta en de Mannen van Weleer. De Mannen van Weleer, die komen helemaal uit Roosendaal. Helemaal beroemd naar Roosendaal. Ben je ook achtergekomen wie je onder een masker is? Nee, jij wel? Nee. Nee, nog niemand, hè? Ik wel. Ja? Op TikTok gezien. Wie dan? Iemand met een baard. Oh, en TikTok? Daar klopt alles wat op TikTok komt. Dat is de waarheid. Dat doen wij. Ja. Maar hebben jullie echt gezien? Hebben jullie echt ja. Harm gezien? Nee, die komt morgen in. Nou, het gast, maar we gaan morgen naar de kermis. Of wil je liever naar Boer Harm? Ik kom morgen naar de kermis. Ja, ik ook. Janne kiezen voor kermis. En papa? Ja? Weet jij dat de oma zei dat er ook kinderfoto's zijn? Ja, dat weet ik. Er zijn een krantje, het kortingsbonnen. Maar is maar waar staat de korting dan? Ja, er zit al een bonnetje in, die moet er nog uitknippen dan. Moet je eruit knippen, dan krijg je korting op de kinderbotsauto's bijvoorbeeld. Wil jij met mij in de kinderbotsauto's? Ik ga alleen. Oh, ga je al alleen? Ja, en zoals je ziet staan hier de pepernoten al op tafel. Gevulde speculaas. Ja, ik wil eigenlijk met Floor en Guusje en zo, maar die gaan morgen met de vrienden naar de kermis. Ja. Dus wij gaan met Junior en Bad Lief. Gaan we misschien wel een lekker een beetje... Maar die waren ja. Niet. Wil maar die niet. Nee, ik wel. Ja, die zou wel gaan logeren bij Stan en Stan een frietjes gaan bakken worden. Oh, nou dan kijken we wel. Kan ze nog mee naar de kermis, daarna logeren.
Maar ik denk dat wij een beetje op tijd gaan voor het etenstijd. We kijken morgen wel. Ja hoor, anders gaan we naar de andere lager. Ja, we zitten toch wel... We vinden het al heel spannend met de verhuizing. We hebben nou al wel de container geregeld voor daar en hier. Daar zijn we al goed mee op weg. En we hebben gewoon een bedrijfje gevonden. Wij wisten eigenlijk niet dat het bestond. En dan komt hij ook gewoon meehelpen met alles op de container gooien en zo. En alles in één. Dus dat is wel heel fijn, want dan moet je toch wel een beetje opschieten. En dan gaat het sneller. Ik denk dat wij heel veel zelf kunnen verhuizen. Zo is het niet. En we hebben natuurlijk het bakwagentje, dus dat komt mooi uit. En, dus elke dag we hebben best wel wat sterke mannen bij ons wonen. En we willen gewoon er veel naartoe gaan in het begin. Dus we gaan echt wel. Dus jullie gaan rijden en we nemen het gelijk. Ja, we wassen toch naartoe mooi. Ja, nemen we wel mee. Ja. En dan is het ook niet zo. Dan ben je ook niet zo heel dag aan het inpakken, want je pakt wel in en je brengt het weg. Ja. Dus of de vrachtwagen komt, dat weten we nog niet zeker. Want op zich nu, met dat bedrijf en hier ook, hier maken ze dan ook alles op het einde helemaal leeg en schoon. Want dat vinden wij eigenlijk het vervelend. Want ik zeg zelf altijd, ik kan veel beter in de bakkerij gaan werken. En Sofie kan veel beter haar werk doen. Dan dat we daar iemand, dat we dat iemand anders, want daar zijn wij goed in. Dat is hetzelfde als schilderen. Ik hou echt niet van schilderen. En ik kan het ook niet goed. Dus dan laten we schilderen voor komen. Ja, dat je moet doen waar je goed in bent. En dus voor, dat, voor heel dat verhuis gebeuren nu. Met die rommel opruimen, kunnen we dan beter een bedrijf laten doen. Dat is een beetje onze visie daarin. Ja. Dan kunnen we zelf ons meer richten op ons eigen werk. Ja, het geluid mag zo aan. Het geluid moest even uit van de televisie. Nee, omdat we even gingen vloggen. Dat is een beetje gek als er allemaal andere geluiden zijn, hè? Dus dan moet je even luisteren, junior. En gelukkig gaat dat best goed. Meestal. Ja, hij wordt wel ouder wat dat betreft. Want een paar maanden geleden had hij... Nee, het gaat wel goed. Dus ik heb eigenlijk sinds de vakantie, sinds grote vakantie... Ja, is een beetje gestopt met huilen. Gaat beter. Huilen. Ja. En hij zit nou natuurlijk ook in groep 3. Ja. Dat hij heeft allemaal schrijfletters geleerd. En Madelief heeft heel veel zin in de nieuwe school. Maar dat heb ik al gezegd, denk ik, in de vlog. Die heeft daar zoveel zin in, die kan niet wachten. Die is echt... Ja. Die is gaan toe. Ja, en dan met de nieuwe fiets helemaal. Want dan wil ze gewoon, dus gewoon kwartier fietsen. Wil ze gewoon echt... ga elke dag fietsen. Ja, elke dag fietsen. Ja, totdat het regent. Want hier wil ze nooit fietsen. Het geluid mag aan. Wij gaan afsluiten. Dit was een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Adoe.